Remo, je was vorig jaar bij de Red Bull Crash thuis in Quebec. Je bent er nu weer. Wat is het verschil tussen nu en vorig jaar? Het grote verschil is waar we nu staan, de start. Hier. Iedereen herkent de start van Crashed Ice, dat die heel stijl is, 45 graden vaak, of aan lang en hoog. Maar nu hebben ze voor een vlakke start gekozen. Maar dat wil niet zeggen dat de baan niet heftig is, want het is echt een echt de heftigste baan weer van alle stops die we hebben gehad. En ook een groot verschil is dat we hebben een 360 graden bocht, om het even zo te noemen. Waar je zo goed als bijna stil staat, zelfs een beetje als een muntje. En dat is heel zwaar voor je benen. Wat zijn de meest heftige punten in de baan dan? Een leuk punt wat ze hier hebben is op het punt waar je eigenlijk een beetje te snel gaat. Hebben ze een sprong gemaakt die je moet maken. En anders, ja, je kan hem ook afremmen, maar dan kun je niet met de top mee rijden. En dat is een pittige sprong. Iedereen landt op dezelfde plek. Daarna hebben ze gelijk voor de bocht en een klein beetje in de bocht hobbels geplaatst. Dus je bent al uit balans. Nou, dat is echt een heel pittig stuk waar veel dingen gaan gebeuren. Wat zijn voor jou de breekpunten in de baan? Om mensen te verslaan of waar ik zelf? Ja, waar je zelf de meeste moeite hebt. Dat stuk waar ik het nou over had. En op het einde, als ik snel wil zijn, moet ik niet volledig verzuurd zijn. Als mijn benen op zijn, dat stuk, dan raak je coördinatie kwijt. En dan heb je het heel zwaar. Want het is een baan van, ik denk een seconde of 50. Maar als je voluit gaat, dan bijna 40 seconden, 30 seconden, dan is het van heel eind is het op. Wat zijn je verwachtingen voor vanavond? Ik start gelijk in een moeilijke heat. Gisteren had ik ook een moeilijke heat. Als ik gisteren, net zoals gisteren ga rijden, ook een keer goed nadenk, want dat deed ik gisteren, dan kan ik vanavond wel de top 32 halen, ja. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel over. Wil ik vallen, willen die jongens hun beste run ooit rijden, ja, dan gebeurt dat. Maar rijd ik net zoals gisteren, of hoe ik vanmiddag aan het trainen was, gewoon het gevoel was goed, ik voelde me goed, dan denk ik wel dat het goed komt. En heb jij een vast credo daarvoor? Heb ik? Een vast credo? Credo? Ja. Wat is dat? Als de rest succes heeft, of hoe zei je dat ook alweer? Nee, ik zei omdat ik geblesseerd was, zei ik tegen jou. Succes is waar anderen opgeven en ik doorzet. Ja. Oeh, hoe lang bijna met de schapen.